Hallo lieve volgers, daar zijn we. We krijgen best wel heel veel vragen over het systeem van de verpakkingen van Refiderm. Want ze zijn best wel zwaar, dus mensen weten niet zo 1, 2, 3 wanneer ze op zijn. Maar we hadden dus een klant en haar man. Ja, haar man, zelf, zo leuk. Afgelopen maandag heeft Tom, dus de man van een hele lieve klant van ons, die heeft even opengezaagd voor ons, zodat wij het zelf ook konden zien, want wij wisten het ook niet. Want je kan het dus niet zo zelf makkelijk openmaken. En we gaan nu dus laten zien dat de verpakking dus ook daadwerkelijk echt helemaal leeggepompt is. Want ook al voelt het nog zwaar. Klopt, want die dame heeft dus bewust niet schoongemaakt. Je haalt de dop eraf. Nou, dit kan je normaal niet loshalen. Dit heeft Tom dus. Die heeft het hier losgezaagd. Dus dit is losgezaagd, dat ringetje. Dan haal je hem eruit. Dan zie je eigenlijk hier de lege verpakking. En dit is dus best wel... Het lijkt wel de halskers van groot. Zwaar. Zo. En dan zit dit erin. Dus we krijgen ook heel veel vragen eigenlijk altijd. Waarom zit hier geen venstertje in? Dat we kunnen zien wat erin zit. Maar dat kan dus niet door het pompsysteem wat hierin zit. Want als hier een venstertje in zit, kan je hier nog steeds niks zien. En dit moet een afgesloten systeem zijn. Dan haal ik dit eraf. Ja, luchtdicht. Zodat er geen zuurstof bij komt, dan blijft het product goed. Ja. Anders heeft het namelijk allemaal conserveringsmiddelen nodig en zo. En dat zijn allemaal dingen die je niet op je huid wil smeren. Nee, alles wat niet nodig is, lekker laten. En dit zie je dan. Dan weet ik niet of jullie dit heel goed zien. Ik zal het dichter bij jou. Je ziet nog net het laatste restje crème. Het is eigenlijk een bakje wat zo omhoog wordt geduwd. Hier in dat buisje. En het is echt gewoon helemaal leeg. Mijn klant was ook echt verbaasd. En wij eigenlijk ook. Dus dit wilden we toch even met jullie delen. Ja, precies. Ja. Dus mocht je thuis tijd over hebben. En je hebt zin om te kijken wat er nog in je product zit. En je denkt dat je product op is. Pak een zaag en maak het open. Oh, ik ga ook laten zien. Maar zorg wel dat je nog met 10 vingers terugkomt naar ons. En anders hebben we alweer collageenvisje, toch? Wat weer een beetje een rondje kan zijn geen dokters. Nee, dat is waar. Moet je meer doorzagen? Ja. Wij gaan thuis ook een keer proberen. Ja. Hebben we nog een zaag in huis? Weet ik niet. Gaan we het maken bij het jaar. Ja. Nou, we wilden jullie dus eens even laten zien. Dat was het eigenlijk. Gewoon even een vlogje anders. Ja, tot later.